Hartelijk welkom bij weer een video over het 3D printen. Deze video is me eigenlijk gevraagd door een collega op het forum waar ik actief ben. Dat is het 3dprinterforum.nl. En die vroeg me of ik een video wilde maken over het gebruik van G-code. G-code is dus eigenlijk datgene wat een slicer uitspuugt. Dus je laat een STL-bestand in de slicer. Dat slice je vervolgens. En wat daar uitkomt is G-code. En die G-code die laat je in je printer. En die vertelt die printer dan ook precies naar welke kant de printkop moet. Of die omhoog moet en naar links en naar rechts en naar precies welke positie. Nou is het zo dat die slicer, die maakt dus die G-code puur voor dat object wat jij daar hebt ingezet. Dus het object wat je wilt printen. Maar als we die printer bekijken, als we gaan kijken naar als die een print gaat maken, dan zien we dat er ook een aantal bewegingen voorafgaand aan dat printen zitten. En ook een aantal bewegingen aan het eind van het printen. En dat wordt bepaald door wat code die in de slicer geplaatst is. En die kan worden aangepast. We hebben in een van de video's over Slick 3R, wat ik gebruik, gezien dat bij de printer settings er een tabblad is dat G-code heet. En daar hebben we een begin G-code en een end G-code. Ik moet overigens zeggen dat bij Slick 3R daar wel op een hele aparte wijze gebruik van wordt gemaakt. Cura is daar wat makkelijker in. Cura heeft ook een begin G-code en een eind G-code. Maar die werkt met de gebruikelijke G-code zoals we eigenlijk kunnen gaan zien straks op de website reprad.org wiki G-code. En dat is degene die we hier op dit moment zien. Ja. Op deze wikipagina vinden we alle G-codes terug, maar niet alleen de G-codes, ook de M-codes. En ook die M-codes worden gebruikt in de 3D-printerwereld. Goed, de basis van datgene wat ik vandaag wil gaan vertellen zit eigenlijk in een opmerking die collega van dat forum tegen mij zei. Die collega op dat forum die zei tegen mij: ik heb een probleem met mijn printer in zoverre, ik vind het niet fijn dat hij nadat het object geprint is, de x-as en de y-as naar zijn thuispositie brengt, dus home stuurt, maar de z-as, dus omhoog en omlaag, dat die gewoon laag blijft, dus op het niveau dus daar waar die stopt. Dus als die print 1 cm hoog is, dan blijft dus die printkop bij hem ook op 1 cm hoogte zitten. Daarnaast, en wat is daar lastig aan trouwens, dat is makkelijk. Kijk, op het moment dat je zeg maar dan datgene wat je geprint hebt eraf wil halen, moet je het bijna onder die printkop vandaan breken. Want het zou natuurlijk veel fijner zijn als die printkop omhoog zou gaan. Dus dat was zijn eerste wens. Zijn eerste wens was van, joh, ik vind het vervelend, want die printkop gaat niet omhoog en dat zou ik eigenlijk graag willen. Een tweede was, en dat zal printer afhankelijk zijn, dus ik kan dat niet helemaal beoordelen, maar goed, als hij dat zegt, dan geloof ik dat. Dat hij het fijn zou vinden als die x en die y-as, dat die x-as naar home gaat, dat is prima. Maar die y-as, die zou hij liever naar voren hebben, want de home-positie van die y-as is links achterin. En tenminste in zijn printersituatie. En datzelfde geldt voor de x-as, dus de x en de y-as, als die gehomed worden, dan staat de extruder, dus het printerblok, staat links achterin van het printbed. En hij zou liever die y-as, dat is van voor naar achter dus, die zou hij liever voor hebben, omdat hij dan nog veel beter bij die print kan komen. Dus hij had eigenlijk twee wensen. De ene was dat na de print de printkop naar voren komt en de printkop omhoog gaat, zodat hij makkelijker bij het object kan komen wat hij van het printbed af wil halen. Nou, en dat, lieve mensen, dat wordt dus ingegeven in feite in de slicer en in zijn geval in Cura. En in Cura, ik weet niet precies waar, want ik gebruik geen Cura, maar dat zal makkelijk te vinden zijn, is ergens een plek waar een begin G-code staat en een eind G-code. Nou, je kunt je voorstellen dat de begin G-code dus voor het object geplaatst wordt. Dat zijn dus de eerste bewegingen die de printkop maakt voordat het object geprint wordt. En de eindcode,
Dat is degene die aan het einde geplaatst wordt. En die dus zeg maar de laatste afloop als het printen van het object klaar is. Wat doet die printer dan? Waar gaat die naartoe? Ik heb dus mijn vriend en collega Rob gevraagd of die eens vanuit Cura zijn eindcode wilde posten. En die hebben we hier in beeld staan. Ik kan niet met de muis eroverheen, dus ik kan het je niet laten zien helemaal. Maar we zien hier bij G-code, Clubbook, daaronder staan een achttal regels. En dat is in feite de G-code voor het einde van de print. Het mooie van die G-code is dat de opdrachten die die printer krijgt, die staan voor de punt komma. Dus als je naar die eerste regel kijkt, dan staat daar M104, S0. Dan krijg je een punt komma. En achter die punt komma staat eigenlijk dat wat die M104 S0 doet. En in dit geval wil dat zeggen dat de extruder heater, oftewel datgene waar de plastic uitkomt, die wordt uitgezet, dus die wordt naar 0 gedraaid. Dus die S is die temperatuur, die gaat naar 0. Dus M104 staat voor de extruder en die S0 die moet naar 0 graden. Door deze werkwijze, door zeg maar achter die punt komma steeds te kunnen beschrijven wat er nu eigenlijk gebeurt, is eigenlijk G-code redelijk makkelijk te lezen, mits inderdaad dit soort notaties toegevoegd zijn. En we zien dus in Cura dat dat heel netjes gebeurd is. Hiermee hebben we gelijk de eerste regel vertaald. Maar die doet dus niet, want dit is dus die code die in Cura staat, die dus ervoor zorgt dat bij hem die X en die Y as gehomed wordt, dus links achterin op het printbed, maar dat dus die extruder niet omhoog gaat. Nogmaals, hij wil dus dat die Y as naar voren komt en dat die Z as, dus die extruder, een paar centimeter omhoog gaat. Dus dit is wat hij nu doet. Hij zet dus eerst die extruder heater op, M104 S0. Vervolgens, dat staat er ook bij, if you have it, wordt de heated bed heater opgezet, oftewel de verwarmde printbed wordt de verwarming uitgezet. Dat is M140, temperatuur S0, ja, die gaat ook weer naar 0. En dan krijgen we een G91 relatieve positioning. Die G91 is relatieve positie bepalen. Dit is een functie. He, je hebt helemaal de laatste regel, zie je G90, absolute positiebepaling. Nou, een absolute positiebepaling wil eigenlijk zeggen dat als jij hem nu een G90 geeft, terwijl die links achterin staat, dan zegt hij daarmee eigenlijk tegen die printer van deze positie is vanaf nu je absolute positie. Terwijl bij een relatieve positie er nog opdrachten gegeven kunnen gaan worden van welke kant die op moet gaan bewegen. Die G91, ik vind hem leuk, maar ik vind hem in dit geval niet zo belangrijk. Maar dan komen de twee regels waar het om gaat in dit geval. De eerste, G1. Je hebt een G0, je hebt een G1. Op die website die we net zagen, die wikipagina, daar staat dus op al die G-codes waar die codes voor staan. G0 bijvoorbeeld is een snelle movement, is een snelle beweging van de printkop. Terwijl G1 is een gecontroleerde beweging van de printkop. En we krijgen hier twee G1-codes achter elkaar. De eerste zegt de E-1. Oftewel de extruder, ja, die moet een heel klein beetje het plastic terugtrekken. En vervolgens moet die F300, die F staat voor feed rate, de voedsel, zeg maar hoeveel die moet uitspugen. Hij moet dus 300 mm per minuut, dus het moet een heel klein beetje plastic uitgooien, om de druk in de printkop te verlagen. Dat zien we er ook achter staan. Retract de filament, trek een heel klein stukje filament terug, voordat je de nozzle omhoog trekt, en dan staat erbij to release some of the pressure. Of dus om dus iets van de druk van de printkop te verlagen. Deze is wel interessant, maar niet datgene wat bij Rob het probleem veroorzaakt. Wat bij Rob wel het probleem veroorzaakt, is de volgende regel. Want die zegt G1, beweging dus, Z plus 0,5. En dit zijn millimeters. Dus Rob zei in eerste instantie, mijn printkop gaat niet omhoog. Nou, hij gaat dus wel omhoog, alleen hij gaat zo weinig omhoog dat hij het niet ziet. Hij gaat omhoog
een halve millimeter, 0,5 millimeter, z plus 0,5. Dan krijgen we E, min 5, dat is weer die extrude, dus hij moet een heel klein beetje filament weer terugtrekken. Ja, dat is die E, min 5. En dan komen die andere twee, x als min 20, oftewel min 20 millimeter. Dus hij beweegt 20 millimeter naar links, dat is de x-as. En de y-as min 20 millimeter, hij beweegt 20 millimeter naar achteren. Dat is een heel klein stukje, waarom ze dat doen weet ik niet. Maar hier zit een deel van Rob zijn probleem, want het niet omhoog gaan van die z-as, wat hij denkt als zijnde niet omhoog gaan, dat gaat dus wel omhoog 0,5 millimeter, maar dat is natuurlijk veel en veel te weinig voor wat hij wil. Als we dus willen dat die extruder omhoog gaat, die z-as omhoog gaat, stel 5 centimeter, dan maken we van die plus 0,5, maken we plus 50,0. Ja, dan gaat die 50 mm omhoog. Dat is het eerste gedeelte van zijn vraag. Nu krijgen we het tweede gedeelte van zijn vraag. Eigenlijk, dat is dat naar voren halen van die y-as. En wij zien hier dat die y-as 2 cm naar achter gaat, dus 20 mm naar achter. Dus eigenlijk moeten we hem naar voren laten komen. Dat is een nog niet helemaal 100% zeker of we dat goed doen. Maar in elk geval zou ik hier bijvoorbeeld gaan zeggen, van je moet eigenlijk weten hoe groot je printbed is. Ja? En dan wil ik die y-as, stel dat dat printbed een diepte heeft van 15 centimeter, dus 150 millimeter. Dan wil ik bijvoorbeeld die y-as niet op min 20 hebben staan, maar ik wil hem hebben staan op plus 145, ik noem maar iets. Ja? Want dan staat hij op 14,5 centimeter naar voren toe en zal hij links voor staan en niet links achter. We zien daar ook nog een F9000, dus ook hier wordt weer filament uitgeduwd, zeg maar, als het ware. En in dit geval 9000 mm per minuut. Dus hij gaat nog weer iets meer filament terugtrekken in dit geval. En dan krijgen we de volgende regel. Ook daar moeten we iets aan doen. Dus we hebben in die G1-regel gezegd, z plus 50, we hebben vervolgens z i plus 145, maar in die volgende regel gebeurt eigenlijk iets, dus als we even die wijzigingen die we net aangebracht hebben even vergeten, dan gebeurt er namelijk iets in die volgende regel, want dat is G28. En daar staat x0, y0, punt komma, move de x en de y to the min, tot de min en stops. Zo de het is out of the way. Dus met andere woorden, hij wil dus zeggen, hij wil in dit geval de x en de y als homen, dus naar links helemaal naar achteren, zo de het is out of the way. Oftewel, zodat de printkop uit de weg is. Voor sommige printers kan het goed zijn, maar voor op zijn printer dus klaarblijkelijk niet. In dit geval, als ik dit nu zou laten staan, dan hebben we zojuist die y als 145 mm naar voren laten komen. Maar door deze regel er direct achteraan gaat hij weer net zo hard naar achteren. Dus ik moet hier eigenlijk uithalen voor die punt komma, die y0, die moet daar simpelweg weg. Ja? Dus er moet eigenlijk alleen maar staan x0. Dus het enige wat hij mag doen, is uiteindelijk die printkop naar links. Want naar voren hebben we hem al getrokken, dat hebben we in de vorige regel gedaan. En omhoog hebben we hem ook al geduwd, dat hebben we ook in de vorige regel gedaan. Dus dat zijn stappen, die moeten we dus veranderen. Nou, en dan krijgen we vervolgens M84. Dat is de steppers of, daarmee worden de steppermotoren, dus de motoren die het draaien van alle assen en dergelijke doen, die worden uitgezet. En vervolgens G90 is dat die in die positie zegt van, dit is je absolute positie. Is ook een gevaarlijke. Hè, want dat wil eigenlijk zeggen van, dat die gehomed of zo zou zijn. Nou goed, in mijn eerste gevoel zeg ik, zouden we deze endcode moeten gaan veranderen naar het volgende. En dat ga ik gelijk even doen. Ik ga die z veranderen naar plus 50,0. Ik ga die y veranderen ook naar een pluswaarde. En ik verander hem dus in mijn geval even hier naar 145. En ik gooi in die G28 code die y0 er even uit. En ik verander gelijk ook even die notitie dat hij alleen de x-as naar de min en stop moet bewegen. Nou, weer gaan inzoomen, dan zou dit dus de tekst moeten zijn die Rob simpelweg moet kopiëren, dus die eerste 8 regels, en die in die eindcode gaan zetten in die Cura. En
Op het moment dat hij dan een print gaat doen en die print klaar is, moet hij even kijken of hij op dat moment goed reageert. Het is natuurlijk altijd handig om even de originele code wel even te bewaren. Want dat is natuurlijk best wel een tricky business. Zodat je, als het niet werkt, je die code weer terug kunt zetten. De dingen die hier mogelijk mis zouden kunnen gaan, dat is bijvoorbeeld dat die absolute positioning hem nu als home positie zou zien. En dat is die niet, want die home positie is links achterin. Dat denk ik niet, maar dat zou eventueel kunnen. Dus dat zijn dingen waar we op moeten letten als hij het gaat testen. En hij moet even kijken of die i-waarde, die plus 145, of dat een goede is, ja of nee. Of dat die misschien verder naar voren moet of iets verder terug moet. Niet bang zijn, want er kan niks misgaan. Kijk, het bed kan nooit verder naar links of naar rechts of naar voren of naar achter dan dat die kan gaan. Dus hij zal hem nooit kapot draaien. Dat zal nooit gebeuren. In feite waar deze video over ging, is dus dat we in die begincode en in die eindcode de nodige zaken kunnen veranderen. Het is wel zaak dat je daarbij goed kijkt naar wat je verandert en wat de gevolgen daarvan zijn. En soms zul je dus inderdaad even moeten gaan testen of dat werkt zoals jij denkt dat het werkt. Vervolgens, wat ik heb laten zien, is dat we die website hebben. Dat reprap.org-wiki-gcode. Waarin, als je naar beneden scrolt, al die g-codes uitgelegd worden. En een g-code bestaat meestal uit een g en een nummer. Die staat voor een bepaalde actie die uitgevoerd moet worden. En dan zitten er bijvoorbeeld parameters aan vast. Nou, we zien hier bovenin de g0 en de g1. Dat zijn de snelle lineaire beweging en de gewone lineaire beweging. En dan zien we bijvoorbeeld dat de parameters die gebruikt kunnen worden, dat is een x met een waarde erachter. Dat is de positie waar de x-as naartoe moet bewegen, dus links-rechts. Dan de y met een waarde erachter, die nnn, dat is dus een waarde die we hier zien. Dat is de positie van de y-as, dat is van voor naar achter, van achter naar voren. De znnn, dat is de waarde van de z-as, dus omhoog omlaag. De enn, dat is de hoeveelheid die uitgeworpen moet worden tussen het startpunt en het eindpunt, en dat bedoelen we aan filament, dus wat die moet extruden, zeg maar. Dan de FNNN, dat is de feed rate per minute of the move between the starting point en end. Nou, dat betekent dus de hoeveel millimeter per minuut, ja, dat is de feed rate. En we hebben nog een S-waarde, de SNNN, en dat is of die moet controleren dat hij de eindstop bereikt. Dat moet je printer natuurlijk wel hebben. Mijn Prusa heeft geen eindstops. Of dat hij het moet ignoreren. Dat is de S0. En S2, see note, default is 0. Nou, note die staat hieronder nog. Dan moet ik even kijken of we die in de gauwigheid zichtbaar kunnen maken. Even zien. Ja, hier onderin. Kijk, hier komen die notes te staan. Dus dat zou je even moeten lezen voor die S2. Nou, heel leuk is dat hierboven een voorbeeld genoemd wordt. Of voorbeelden genoemd worden hoe die codes gebruikt worden. Je ziet hier staan, die G1 en die G0. En bijvoorbeeld die derde regel in dat eerste blok. G1, X90.6, Y13.8, E22.4. Dat wil zeggen dat die moet bewegen, de printkop dus, hè, naar 90,6 meter op de X-as naar rechts. 13,8 meter op de y-as naar voren, terwijl die in die periode 22,4 mm materiaal moet uitwerpen. En zo werkt dat hele printer gebeuren. Nou, eindcode, begincode, deze twee worden dus echt in je slicer veranderd, want die staan in je slicer en die kun je gewoon veranderen. Die kun je gewoon overtypen of kopiëren, plakken, net wat je wilt. En tussen die begin- en die eindcode, daar komt de G-code van de print die je maakt, dus die door de slicer is gegenereerd om het object te printen wat je wilt printen. Ik hoop dat het enigszins duidelijk is geweest. Het is best wel een lastige, want je kunt over dit thema misschien wel 2 uur praten, want er zijn zo verschrikkelijk veel codes dat je er akelig van wordt. Maar dit zijn wel de belangrijkste die gebruikt worden. De rest, dat bepaalt die slicer wel. Het is wel grappig, want als je ooit die G-code die door die slicer uitgegooid wordt, gewoon wilt teruglezen, dan zou je dus aan de hand van deze website,
waarvan ik het adres straks ook onderaan zal plaatsen, terugvinden wat die printer nou eigenlijk voor een opdracht krijgt van die slicer. Dus als je twijfelt nou, of die G-code wel klopt, of dat er iets raars gebeurt met je printer, dan zou je dat bij wijze van spreken zo kunnen nakijken. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En misschien ook leerzaam. Ik wens jullie tot de volgende keer voor een volgende video. Ik weet nog niet waarover, maar dat zien we dan vanzelf. Dag!